hartstikke welkom op Met Ivo Festival. Hey! Hey! We zijn hier in middeleeuws Roermond en dat heet Medieval Roermonde, tweedaags evenement in Roermond. Elk jaar in september. We hebben een jaarmarkt en we hebben dus het kampement en dat laten we allemaal zien en heel uitgebreid laten we het zien. Door allerhande figuren te laten lopen over de jaarmarkt, hoertjes, waswijven, dieven, zigeuners, alles komt erop af. We laten een stukje van het leven zien uit 1400 tot 1500. Ik ben een waswijf en ik doe de was voor het hele dorp. En dan hoor je natuurlijk ook wel de verhalen. Meneer Pastoor heeft een nieuwe maagd, maar dat bekomt hem niet zo goed, geloof ik. En voor de rest, de hele dag met de handen in koude water. Ik vind dat ze daar eens wat voor moeten uitvinden, want dat is echt verschrikkelijk. We hebben hier de middeleeuwse kinderspelen. En als ze een spel goed hebben uitgevoerd, dan kunnen ze bij mij een prijs komen ophalen. We schrijven de naam met een houtskooltje op een stukje hout. Dat dopen we in de melk en dat, ja, dat werkt als een soort van vernis, zodat de naam er niet meer af kan. Hey, ik ben Rietske en ik werk in de keuken hier al een paar jaar. Ik ben een tweede graads keukenmeisje. Je kan echt letterlijk de middeleeuwse sfeer proeven hier. Ja, ik ben Giorgio en ik ben een ridder. Ik doe hier mee met het schrijven. En het oude letters schrijven wat ze deden in de middeleeuwen. Wij zijn vandaag scriptorium aan het doen. Van de middeleeuwse eeuw. Dus wij schrijven allemaal met zo'n veertje en zo'n inkt. En lekker gezellig hebben. Ja, ik doe varkens. Bakken op de spits, een oude manier. Nou, vandaag ik doe bakken varkens van 17 kilo. Dat duurt ongeveer 2,5 tot 3 uur. God het wil. En dan zijn er altijd kwade tongen die mij willen beschuldigen, maar ik heb niks.